Ja, oké, nu waren het zo dat het vanavond in orde is, hè, jongens, want anders wordt het een rotzooitje. Hè? Het lijkt misschien een doorsnee-familie uit Heerlen, maar schijn bedriegt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eén vader, 3 zoons en 1 missie. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Met hun orkest Lift Off willen zij de wereld veroveren. Te beginnen tijdens een groot openluchtconcert op 21 juli. We zijn meteen heel hard aan het werken aan het volgende project natuurlijk, want je moet natuurlijk wel vooruit plannen en door blijven werken. Er staan nog een hele hoop ideeën open die we willen doen. Eentje daarvan is een concert in het Parkstad Theater in Heerlen. Ik heb vanochtend een afspraak met de directeur van het theater en waarschijnlijk gaan wij het contractje tekenen voor 29 december. Dat is de droom, daar moet je starten, vind ik. En ik krijg door het theater die kans geboden. En die gaan we met 2 handen aangrijpen. Dank je. Hallo. Hoe gaat het nu? Hallo, Marcel Falize. Marcel, Bas van der Roet, hoe is die? Jouw baas of oude baas, reus in onze theater is begonnen, hè? Dat weet je misschien of niet. Ja, ik ben zelf met hem, heb ik hier in het begin ook gespeeld. Ja. Ja, dat is wel leuk, want laten we die maar even doen, want die doen we vanavond namelijk ook. Ja. Heb je de noten niet? Wat heb je de noten dan? Dan moet ik een boekje hebben. Ik denk dat het product dat wij hebben, dat het beste past in het theater, ook met de mogelijkheden qua show en entertainment die je hebt in een theater, om dat daar te doen. Dus jij pakt meteen de hoogste ambitie die je maar kunt bedenken. Dat kan ik me daar voorstellen, want je bent natuurlijk al overal geweest in de wereld. Er zijn dus heel veel mensen die mij gewoon kennen omdat ik bij André speel. Ja, en daar ben ik al meer dan 20 jaar. Ja. Dus ik heb ook al 20 jaar ervaring voor hoe hij zaken doet. Ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ik in Heerlen kan starten als een jongen uit Heerlen. Dan gaan we nou maar een contract tekenen waar dat ook echt gaat gebeuren. Hè? Dan zit je er ook echt aan vast, dan moet je het ook echt verder gaan ontwikkelen. Hè? Ja, klopt. Reken ik er helemaal op, hoor. Dan ja, nou, ja, ik voor je alles. Ik vind het prima. Zal ik de eerste zetten? Dat is helemaal. Alsjeblieft. Alsjeblieft. In mijn hoofd is het al allemaal helemaal klaar, maar dat was het al 2 jaar geleden. Alleen ja goed, we moeten nu de hele show natuurlijk gaan opbouwen van hoe gaan we dat doen, wat zijn de mogelijkheden van het theater, die moet ik nu even leren kennen. En dan kunnen we kijken goed, hoe kunnen we de show daar goed op aanpassen. Ja, maar waar zijn jullie boekjes? Jullie boekjes moeten er zijn. Hij heeft papieren. De variatie is in het theater beter te verspreiden. Kijk, er zijn dingen bij die heel zacht zijn. Ja, en dan kun je niet op een plein waar mensen drinken en kletsen, desnoods, of dan moet je het echt stil houden en dan moeten mensen gaan zitten en luisteren. En dan kom je in een ander straatje terecht en dan zit je veel meer in het theater. En dat is wel eigenlijk waar we uiteindelijk naartoe willen, dus een theatertour door Nederland. We willen eerst eens beginnen in 2013, eind 2013, om een theatertour te doen door 3-4 theaters in Limburg. En dat proberen uit te bouwen naar landelijke en dan uiteindelijk, wie weet, misschien wel over de wereld.